Mark, we staan hier vandaag met een prachtig weertje buiten. We staan aan de start van het programma voor afvalwaterprognoses. Afvalwaterprognoses zijn voor mij statistische berekeningen voor de hoeveelheid afvalwater voor het heden en de toekomst. Die je kan gebruiken voor je investeringsplanning, maar ook om metingen te controleren. Waar ligt voor jou het zwaartepunt? Dat operationele beheer of de lange termijn? Voor mij ligt die bij die lange termijn. Dat je op grond van die prognoses beter voor de lange termijn kan bedenken wat je met die zuiveringen wil. En wat heb je nodig voor het opstellen van een prognose? Heel veel data. Het gaat over inwoneraantallen, over vaartoppervlak, hoeveel regenwater gaat er naar een zuivering toe. Maar ook wat bedrijven lozen, en niet alleen qua hoeveelheden, maar ook qua stoffen. En hoe ontwikkelt zich dat? En kun je dan met verschillende elementen daar voorspellingen voor maken? Weten we dat eigenlijk al niet al lang? Ja, we weten het wel, maar we baseren het vaak op wat aannames die we al denken te weten. Maar er verandert ook in dat sfeer wel het een en ander. We hebben bijvoorbeeld recent natuurlijk onderzoek gedaan hoeveel vuilvracht zit er nou aan een IE. Ja, dat verandert natuurlijk in de loop der tijd. Dus je moet daar met dat ding wel kunnen spelen. En wie werken er met prognoses? Ja, dat zijn met name natuurlijk beleidsmedewerkers bij waterschappen. Maar als je dan toch bezig bent, kan je hem ook op bemalingsgebied niveau en persleidingssysteemniveau maken. En dan kunnen gemeenten en ook asset managers van afvalwaterketens gebruiken. Drinkwaterbedrijven die kunnen prognostiseren van is de drinkwaterlevering nog wel voldoende voor die bedrijven. En dan gaan we samen met HWH de STOA een programma doen om meer inzicht te krijgen. Ja, dat klopt. Er is een community of practice opgesteld en daarin zitten allerlei collega's van de waterschappen, voornamelijk waterschappen, om te kijken van hoe doe jij het en zijn er dingen die we kunnen verbeteren? Omdat er zoveel goede ideeën uit die kop kwamen en zoveel enthousiaste waterschappers waren, dat het om dat netjes in rij en gelid te zetten en er ook financiering voor vrij te maken, hebben we er een programma van gemaakt. Thank you.